Mioso erachter, hè. Ja. Hoppa. Kom op, Mathieu! De laatste zit voorbij. Dat is geen idee. Want het is juist, het zal wel ergens geslipt zijn. Kom op, Mathieu! Daar kies het. Pietos. Mama, tjo! Kom op, Tom, joh! Nee, de kaart was niet hier. Ik denk dat ik hem gezien had, maar het zal dan die dingen geweest zijn. Die een dieter daar. De pol zit pas. Ik denk dat je speed stopt. Kom op, Mathieu! Malas! Van Aars, hè? Hoe had je hem al? Ja. Die heb je al eens tegen. Ja. Zijn we nog wat? Nou, maar weet je. Dat is Boros, je lijkt op al bij het slechte vandaag.
Kom maar op, Jan. Mamatje! Hoe ga je dat niet echt door? Kom op, Tom, het wordt pas genoeg. Dat was dus ook wel verachtig zijn. Kom op, Les! Oeh, dat is je broer. Ben je Stijn of zo? Of? Weet je dat? Mama, tjoe, 5 seconden. Kom aan, Lauren, niks laten doen, Jan. We zijn al bij het achter. Kom aan, Tom, Jan. Kom aan, Les. Staat 16. Twijfel er al. Kom aan, kom aan, Mathieu! Je hebt niet door. Dat kessel aan de hele. Een half minuut. Ja,
Nou, je haar komt er dus. Kom op, Les! Kom op, Tom, joh. Je kan wel bij die mannen komen, zeg. Dat ook een dood dan? Nee, pap. Dat is met een camera. Mannetje, 13 seconden. Ik is benieuwd naar Van der Haar, dat hem daar al aan kan, zo'n beetje. Dat is het, hè? Ja? Ja. Dat is het, hè? Dat is het, dan kom. Man, Tom! Oh, misschien plat gereden. Kom op, Les! Plat gereden misschien. Twintig seconden. Hij komt er.
Sasha, die komt er nu aan en is dat Toon Aertsen daar als vierde of derde gaat er binnenkomen. Inderdaad, met het nummer 7 hebben we Toon Aertsen, dan hebben we Van Kessel. En dan kijken, Corné Van Kessel wordt vierde. En we kijken dan even naar de achterstand. 42 seconden voor Toon Aertsen. En het verhaal, het verschil was 34 seconden. Maar hier is Lars van der Aar al. Dus Toon Aertsen blijft derde. Lars van der Aar blijft tweede in het klassement. Wagner van Toornaam komt nu over de streep. En dat is op plaats 6 als we het allemaal goed hebben bijgehouden. Jens Adams wordt zevende. Jens Adams wordt zevende. En dan verwachten we Tom Meers, die gaat de ster worden van de proximus snelste ronde.